Het is veel makkelijker om nee te zeggen dan om ja te zeggen. De Leidse burgemeester Henri Lenfrink geeft toe dat het geen gemakkelijk besluit was om de veroordeelde zwemleraar Benno L. uit Brabant onderdak te geven in een seniorenflat in zijn stad. Eerder zei de andere gemeente nee tegen de aanvraag van justitie. Eigenlijk moeten we dit type vraagstukken met z'n allen oplossen. Het Openbaar Ministerie kan niet uit zichzelf die oplossing bieden en heeft de hulp nodig van gemeenten om dit te doen. En vandaar dat iedereen ook een deel van zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En ik vind dat wij op deze manier onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Lenfrink hoopt dat hij met zijn besluit een landelijke discussie losmaakt over hoe er voortaan met de huisvesting van pedoseksuelen omgegaan kan worden. Hoewel nog niet bekend is waar Benno L. precies in Leiden woont, houdt de burgemeester wel rekening met een heksenjacht. En inderdaad, die kans bestaat. We hebben hier in het verleden ook de aanvoerders van de zogenaamde pedopartij gehad. En ook daar had de omgeving best wel last van. De mensen ook van buiten die kwamen en daar moesten we ook allerlei afspraken over maken. Want dit mag wel, dit mag niet en zo gaan we ermee om. We afspraken over gemaakt met de politie en dat is uiteindelijk redelijk goed verlopen. De burgemeester van Leiden had eigenlijk gehoopt de woonplaats van de veroordeelde pedoseksueel nog een tijdje geheim te kunnen houden. Omdat we dachten dat levert het minste commotie op biedt ook de beste garantie dat we een beetje ervaring krijgen met hoe dit gaat. Dan kunnen we ook vragen na die tijd ook beter beantwoorden. Maar die tijd kreeg Lenfrink niet. Hij verwacht niet dat justitie snel weer bij hem aanklopt om nog meer andere pedoseksuelen onderdak te geven. Hij komt ook niet elke week langs met een dergelijk verzoek, maar als dat een keer opgelost wordt, dan verwacht ik ook dat we voorlopig wel eventjes met rust gelaten worden.